wanneer was voor jou dan het eerste moment dat je echt zoiets had van, joh, oké, nu gaat het niet meer? Nou, dat was eigenlijk toen mijn moeder overleed. Toen dacht ik, nou, nu moet je rust houden. Nu moet je even alles gaan verwerken. En toen ben ik na 2 of 3 weken weer begonnen. En toen merkte ik eigenlijk in één keer van, hey, ik kom niet meer vooruit of zo. Ik heb geen energie meer. Ik kwam thuis en ik was helemaal gesloopt. Helemaal kapot van 2 uurtjes werken. Nou, dat is niet helemaal oké, natuurlijk. Nee. En toen wist ik wel van, hey, dit wordt niet beter. Sterker nog, die 2 uur worden me al te veel. Dit is verkeerd. Ik ben te lang doorgegaan in drukte en me overal mee bemoeien. En dat is gewoon, dat is misgegaan. En dan zit je thuis een half jaar. Kun je nog blij zijn dat je een groot huis hebt ook. Maar ik weet wel dat mensen bij Bier en Vader de Leiding, die ook zeiden van, ja, misschien moet je met iemand gaan praten. Is dat wel nodig? Je hebt gewoon iemand anders nodig die je af en toe een spiegel voor houdt. En het liefste, iemand die je niet kent. Dan is zo'n sessie echt doodvermoeiend. Ja. Want je moet je voorstellen, als je een burn-out hebt, dat je eigenlijk alsof je heel met een soort open wond loopt. Alles wat iemand tegen je zegt, komt net even wat harder aan. Het komt vol in die wond, zeg maar. Dat maakt alles heel zwaar. En dan zijn de gesprekken in de beginperiode heel, heel moeilijk. Hoe kom je dan zo'n dag door? Wat ik deed was wel heel snel wandelen. Dus ik ben gewoon, ik weet niet of je de Lifeline kent. Ik heb moeten lopen afgelopen december. Nou ja, heb je mooi uit weten te lullen, vriend? Ja, precies. Die hele burn-out was fake. Ik had op de duur 10% energie. Dus dan is het een beetje, ja, hoe ga je die 10% energie besteden op de dag? Dus dat was een stukje lopen. Dat was een beetje koken. En dan was het weer slapen. Ja. En dat kon je dan steeds, kun je dat gaan uitbreiden. En nu is dit alweer voor mij een ding, weet je, om hier naartoe te rijden. Om hier te zitten, om dan over jezelf te moeten praten. Ben je als persoon heel erg veranderd? Zeker, nee, absoluut. Ik had iemand aan de telefoon die zei tegen mij, ik hoop dat je snel weer de oude bent. En toen zei ik, ja, dat hoop ik dus echt niet. Ik hoop niet dat ik de oude word, want dan word ik weer helemaal, weet je, met datzelfde denkpatroon. Dat je, weet je, die hele burn-out, er wordt soms heel erg lacherig over gedaan. In alle eerlijkheid, ik deed hetzelfde. Ik dacht, ach, dat zijn mensen die willen lange vakantie. Maar vervolgens, weet je, je maakt het mee. En je schrik je echt de pleuris, omdat je niks meer kunt. Dat je het lichaam aangeeft, het is genoeg nu. Ja. Het beginnen van dit programma dacht ik wel van zo. Weer eens even from scratch, iets heel leuks opbouwen. En dan hopelijk tegen de tijd dat Ramon zich wat beter voelt, dan schuift hij aan. Wanneer je weer bent, dan moet je gewoon zelf even uitvogelen. Ja, mag dat even open zeggen nog? Ik kijk dan inderdaad van morgen weer hoe ik me voel. Ja. En dan hebben we weer contact met, hey, kom ik weer en schuif ik weer een keertje aan. En dat zo, is het traject, maar dat is gewoon goed. Dat is gewoon zien wanneer je er weer klaar voor bent. En als jij ineens volgende week dinsdag denkt van, joh, ik heb genoeg met mijn duim in mijn reet gezeten op de bank. Dan kom je gewoon dinsdag even langs en dan zien we het wel, toch? Absoluut.